Hoi, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. New Year, New Me wordt er heel vaak gezegd. En het begin van het jaar is altijd het moment waarin je jezelf opnieuw wil uitvinden. En allerlei regels en doelen voor jezelf stelt waar je dan halverwege februari als soort van niet meer weet wat je had gezegd. Heb ik tenminste altijd. Met al die mooie woorden en mooie beloftes. Volgens mij had ik er 17 ook. Dus het leek me wel grappig om te kijken van, oké, wat komt er nou van zoiets terecht? En heeft het überhaupt wel zin? De eerste op mijn lijstje is een nieuwe tattoo. Ik heb nu 3 hele kleintjes en ik vind het wel weer tijd voor iets nieuws. Ja, weer toch wel galaxy-achtige dingen. Oh my god! Dat zie ik nu pas. Dat het te maken heeft met galaxy-dingen. Is gelukt! Ik heb een tattoo van een vallend sterretje op mijn arm laten zetten. Hier zit hij. Piepklein en cute weer. Bij Joey de Boer heb ik deze laten zetten voor het eerst. Op mijn verjaardag. Vet leuk. Ik had gewoon zin om even iets impulsiefs te doen. Dus dat is gelukt. 2017 gaat het jaar zijn waarin ik mijn eerste eigen boek ga uitbrengen. En die moet ik dus even afmaken. Ja, dat is dus helemaal niet gelukt. Ik denk dat ik echt net zo ver ben als ik daar was op dat moment. Het is op dit moment zo erg iets ver weg in mijn hoofd, omdat er zoveel werk is bijgekomen, dat ik gewoon echt niet weet waar ik dat erin zou moeten fietsen. Er zijn inmiddels zoveel leuke bloggers, vloggers, influencers die boeken hebben uitgebracht, dat ik gewoon niet weet of het nog echt iets zou toevoegen ook. Ja, ik denk toch dat het heel leuk zou zijn. Maar ja, je kan gewoon niet alles. En ik heb natuurlijk niet een eigen boek, maar wel een soort van een eigen tijdschrift nu. Dus dat telt wel een beetje. In dit jaar ga ik proberen de 20.000 subscribers op YouTube aan te tikken. Ik vind het echt vet leuk om met video's bezig te zijn. Ja, dit is gelukt. Yes! Ik ben over de 30.000 gegaan, dus zeker ook over de 20.000. En in YouTube-land heb je natuurlijk mensen met miljarden volgers. Maar ik ben heel blij met 30.000. En ik vind dat super cool en super leuk. Denk dan op naar de 50.000 in dit jaar. Dus bij deze, als je nog niet geabonneerd bent, doen! En mijn vierde is iets waar ik echt zoveel zin in heb. En dat wordt mijn grote huismakeover. Ja, is voor een deel best wel gelukt. Ik bedoel, er zijn dingen geverfd, er zijn dingen gemakeoverd. Er zijn leuke nieuwe kunstwerkjes en interieurspullen. Verbouwing is niet gelukt, maar heb ik wel net een afspraak over gehad met iemand om te kijken hoe ik mijn badkamer kan verbouwen tot een soort super hotelbadkamer. Oh, dat lijkt me zo lekker. En wat andere tweaks, bijvoorbeeld de keuken even een makeover te geven. Dus dat gaat op zich wel lekker. Maar ik had me toen wel echt dingen voor ogen die er nu nog niet zijn. Ook een doel voor dit jaar is om minimaal eens per week iets aan yoga te doen. Oeh. Ik denk dat moet toch wel lukken, maar het lukt me toch elke keer weer niet. Dit is helaas niet gelukt. Mm. Ik denk echt dat ik afgelopen jaar 3 yogalessen heb gepakt, als dat er al in zit, überhaupt. En wandelen is er ook amper van gekomen, dus dat is wel echt heel sad. En ik heb daar ook geen goed excuus voor, behalve dat ik gewoon echt niet een sportmens ben. Maar misschien is het wel zo dat je dat kan worden. Als dat bij jullie het geval is en je ook niet de sportmens was en het nu wel kunt volhouden, dan wil ik heel graag je tips. Waar ik heel veel zin in heb en wat ook echt een doel wordt voor het komende jaar is om een lange tropische trip te maken. Dan wil ik eigenlijk wel weer naar Bali terug. Yes! Die is gelukt! Ik ben natuurlijk 3 weken naar Bali geweest en dat was echt wel een van mijn hoogtepunten van het afgelopen jaar. Ik was daar echt heel relaxed en heel gelukkig en het was zo fijn om zo lang weg te zijn. Dat had ik al best wel lang niet gedaan en dan heb je echt gewoon hele periodes waarin je niet aan je e-mails en dingen zitten denken en er ook niet op hoeft te kijken en dat het niet uitmaakt welke dag het is. Dat vond ik een heel fijn gevoel. Dus die hoop ik dit jaar wel weer te maken. En ik ben heel blij dat dat is gelukt. Nog een goal voor dit jaar, of één waar ik eigenlijk al mee aan de slag ben, is dat ik meer langere televisieprogramma's wil presenteren. Ja, die is op zich best wel goed gelukt. Even denken, ik weet niet of ik op dat moment het makeoverprogramma al had gedaan. Maar daarna heb ik nog een seizoen Fashion Chick gedaan. En nog een keer de Viva-interviews op Net5. En nu ben ik vaak bij Shownieuws te gast. Dus dat is heel erg leuk, want dat is natuurlijk primetime en live televisie. Kijken soms wel 2 miljoen mensen op een avond naar. Dus dat is echt wel heel vet en heel spannend. Waar ik ook gewoon niet over na moet denken. Want dan word je gek. Echt heel erg leuk om te doen. Wat ik ook heel graag zou willen en heel fijn zou vinden is iets meer tijd te besteden met mijn vrienden en mijn familie. Is dat gelukt? Nou, nee, niet echt eigenlijk. Ik heb niet het idee dat ik mijn vrienden heel veel heb gezien het afgelopen jaar. Maar wel wat meer dan de periode daarvoor, denk ik. En dit weekend ga ik
echt met 3 vrienden afspreken en met mijn vader uit eten. Dus ik ben helemaal trots. En ik ben natuurlijk ook veel met Jordi aan het chillen en op pad. Dus wat dat betreft ben ik ook wel meer met mijn sociale leven bezig. Op zich lukt het wel een beetje, maar ik zou het wel graag nog wat meer willen. 2017 is ook het jaar waarin ik hopelijk iets minder stress over of ik het allemaal wel goed doe en of het allemaal wel past in mijn planning. Ja, is denk ik wel een beetje gelukt. Is ook echt wel een proces, moet ik zeggen hoor. Ik wil dingen gewoon heel graag goed doen. En dat heb ik nog steeds wel echt. Maar zeker omdat er steeds meer dingen bijkomen, moet je ook wel sommige dingen een beetje laten gaan. Ik denk ook wel dat de liefde daar in zekere zin bij heeft geholpen. Dat ik gewoon niet meer elke avond en elk weekend met werk bezig wil zijn. Ik probeer nu wel gewoon steeds te denken, oké, doet het er echt toe? Maakt dit over een maand of over een jaar nog iets uit? Nee, oké, dan hoeft het nu ook niet zoveel te boeien. Er gebeurt zoveel in de wereld wat zoveel erger en groter is dan alles wat ik meemaak, dat het eigenlijk allemaal niet zoveel toe doet. Ja, deze is misschien een beetje gek voor iemand die vooral van het internet zijn beroep heeft gemaakt. Maar ik zou toch wel iets meer offline momenten willen inplannen. Ja, dit is me dus echt wel goed gelukt, kan ik wel zeggen. Ik ben nog steeds verslaafd aan Insta-stories. Dat zeker. Ik bedoel, hoe leuk is het? Maar het lukt me ook wel om soms even alles uit te zetten. Ik laat nu in het weekend soms gewoon een halve dag mijn mobiel thuis liggen. Dan ga ik even de stad in of zo en dan neem ik hem niet mee. Aan de andere kant heb ik ook van die loopholes dat het opeens 1:30 s'nachts is en ik gewoon alleen maar memes zit te kijken op Instagram. En denk, het was net 11:00. Wat is er gebeurd met mijn leven? Ik heb als 11e doel opgeschreven leuke kleine verrassingen voor mijn vriendje te bedenken. Oké, klinkt superleuk. Heb ik dus echt niet goed gedaan dit jaar. Ik doe wel leuke dingen hoor. Dat ik soort surprise dingetjes plan, staycation. Of dat we opeens naar Parijs gaan. Of gewoon andere leuke dingen. Maar het is wel een beetje bij ingeschoten. Shit. Ik hoop dat hij dit niet ziet. Dan kan ik snel weer wat nieuwe dingen gaan plannen. Hij wordt dit jaar ook 30. Dus dat is wel een leuk moment. Oh, ik hoop echt dat hij dit niet kijkt, anders is de verrassing weg. In dit jaar wil ik ook echt weer leren hoe ik moet uitslapen. Ja, dit lukt me dus nog steeds niet. Ik kan gewoon niet meer goed uitslapen. Ik vind het echt afschuwelijk, want ik vond het zo heerlijk. Maar ik word gewoon heel vroeg wakker, behalve als ik vroeg op moet. En dan ben ik echt gewoon onmogelijk uit bed te krijgen. Dus dat is een hele rare paradox. Maar dan kan ik een keer uitslapen en dan later dan 8:30 gaat het echt niet worden. En dan weet ik dat er ook mensen zijn met kinderen voor wie 8:30 echt de heaven zou zijn. Maar ik hoop dan toch op 9:50 of zo. Dit is toch wat kinderen en bejaarden vaak hebben, dat ze heel vroeg wakker worden. Misschien ben ik gewoon echt lichamelijk een senior. Misschien heeft Marie Kondo hier iets mee te maken, maar in het nieuwe jaar wil ik echt proberen om nog wat minder spullen te kopen. Dit doel ja, is niet heel goed gehaald. Ik heb niet heel veel crap gekocht en dingen soort van alleen maar verzameld om het kopen of zo. Dat is sowieso nooit echt mijn vibe geweest. Maar het is wel zo dat ik natuurlijk content maak en dat ik daar ook wel spullen voor nodig heb. Dan komt het gewoon best wel veel voor dat je iets nieuws koopt. Maar ik moet ook zeggen dat ik dit jaar veel meer spullen heb geleend. Dus wat dat betreft heb ik het dan ook wel weer goed gedaan. Maar het is zeker niet zo dat ik 10 dingen dit jaar heb gekocht of zo. Kijk even naar 1 shoplog en je weet ook gewoon hoe het zit, helaas. Ook een goal wat mij zelf wat meer ruimte gaat geven is als ik meer dingen uitbesteed. Ja, dat is best wel goed gelukt dit jaar, vind ik. Ik heb echt met heel veel hele leuke, getalenteerde, lieve, vrolijke mensen samengewerkt. En dat heeft me heel erg veel plezier gedaan en werk uit handen genomen ook. Dat ga ik zeker blijven doen. Dit jaar wil ik echt wat meer lezen en meer verdiepen. Oh, zowel in bijvoorbeeld politiek, spiritualiteit. Ik wil meer lezen over feminisme. Ja, die is ook best wel goed gelukt. Ik heb me hier zeker wel meer in verdiept dit jaar. Maar ook omdat er zo ontzettend veel topics de hele tijd komen bovendrijven, waardoor je haast wel gedwongen wordt om je mening bij te stellen of bij te schaven. In het afgelopen jaar zijn er ook best wel veel series bijgekomen die over dit soort onderwerpen gaan. En documentaires. Op Netflix kun je nu van alles vinden. Ik kijk bijvoorbeeld de talkshow van Chelsea Handler. Super feministisch, super anti-Trump en echt hilarisch. Mijn 16e is bewuster met eten omgaan. Ik hoef niet per se een soort fit girl te worden. Wat dat betreft is er denk ik een klein beetje iets verbeterd. In de zin dat ik wel iets vaker kook. En dat ik dus het allergrootste geluk van de wereld heb. Dat mijn vriend het best wel leuk vindt om te koken. Dus in principe als ik bij hem ben, ontbijt ik ook gewoon normaal met muesli en yoghurt en fruit en zo. Hij doet zelfs van die superfood friemels erin. En wat ik ook echt moet tackelen dit jaar is dat ik mijn administratie niet meer zo ontloop. Want belasting, dat eet gewoon echt mijn ziel. Ja, dit is nog steeds best wel gaande hoor, moet ik zeggen. Ik ben wel verhuisd van boekhouders en ik zit nu
volgens mij echt bij een topper die mij echt wel heel erg scherp houdt. Pieter, als je dit ziet, love you. En ik laat ook nu allerlei brieven naar hen toe komen, zodat zij ze meteen kunnen tackelen en kunnen openen en zeggen wat ik moet doen. Ik heb ook wel een heel geordend nieuw e-mailsysteem, dus de eerste stappen zijn wel gezet. Ik ben best tevreden over deze score. Het is een beetje half-half. Ik denk echt dat ik dit bewust heb meegenomen en onbewust, omdat ik het allemaal hardop heb gezegd en met jullie heb gedeeld. Want dit zijn wel de dingen waar ik echt mee aan de slag ben geweest het afgelopen jaar. In ieder geval heel grappig om te zien, vond ik, hoe ambitieus je altijd bent aan het begin van zo'n jaar en wat er dan allemaal niet van terecht komt. Maar goed, ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Heel erg bedankt en vergeet niet even een thumbs up te geven en je te abonneren als je deze video leuk vond. Ik hoop je snel weer te zien. Tot in de volgende. Doei!